En 3 in 2 in 1 en... Oké, okay, we zijn... Nee! 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 Alsjeblieft, doe het niet. Stop, 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 stop. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. Vanmiddag om 12 uur komt er natuurlijk een extra video online van Sky Factory. Waarin wij natuurlijk weer verder gaan met dingen die echt gewoon moeten gebeuren. Waarvan je denkt van... Duffy, dit moet echt gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan inderdaad het alleen al het maken van eten. Kan je eigenlijk, dat is ook wel een ding, kan je eigenlijk nog een cobblestone generator upgraden? Cobblestone. Ja. Nou, misschien dat we dat ook wel eens eventjes gaan doen om nog te kijken van, goh, cobblestone generators te upgraden. Want wat ik natuurlijk ook gisteren zag was dat wij deze WB2 tier 3's op zitten. Maar zoals je kan zien, het werkt zo ontierlijk snel weg dat wij eigenlijk gewoon, nou, ik zou het bijna gewoon... Gewoon hardop durven te zeggen. Gewoon een tekort hebben aan gravel. Dus om die eens even te gaan upgraden. Zijn allemaal van die dingen wat we lekker om 12 uur kunnen doen. Dus ik zou zeggen. Blijf vooral gewoon lekker kijken. Heel de dag naar Duffy Games. En doe vooral op elke video mensen. Duimpjes omhoog. En vooral ook abonneren. Want als je abonneert. Jullie weten het mensen. Dan maak je altijd kans. Dat de tandenvee langskomt. Om je tanden. Nou. We gaan vandaag een poging doen om de. Terwijl de boel vasthangt. Ah, we kunnen weer door. We gaan vandaag een poging doen om de Wither te verslaan. We hebben natuurlijk gisteren de Wither Skulls verzameld. En je ziet het hier al. We hebben hier al een mooi plekje ervoor gemaakt. Dan moeten we, als het goed is... Correct me if I'm wrong. Dat kan je nu wel willen doen, maar dat werkt niet. Want dat hoor ik niet. We hoeven hem alleen maar hier in het midden te zetten. En dan als het goed is moet hij gaan spawnen. Oh, voordat we dat gaan doen. Laten we nog even snel wat pijlen pakken. Ik weet namelijk niet of dit allemaal nodig is, maar... Just to be sure, arrows. There we go. We gaan hem in ieder geval verslaan. We hebben natuurlijk nodig om uiteindelijk die bepaalde furnace te maken die ik graag wil maken. Die, als het goed is, ons ook heel erg gaat helpen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Alsjeblieft, Sky Factory. Laat dit eens een keertje niet fout gaan bij mij. Alsjeblieft, want dit zou echt weer typisch mij zijn als het weer fout gaat. Goed, daar gaan we dan. 3, 2, 1, let's go. Hij heeft een heel groot hoofd. Oh jeetje, hij is nu aan het crumbelen naar de 300 HP en dan kunnen we in ieder geval gaan beginnen. En 3 in 2 in 1 en... Oké, okay, we zijn... Nee! 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 Alsjeblieft, doe het niet! Stop, 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 stop! Nee! Nee, 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 nee! Oh my god, nee! Ja, kom er achter mij aan! Kom er achter mij aan! Goed zo. Nee. Oh my god. Dit gaat helemaal fout. Oh nee. Oh, are you kidding me? Are you freaking kidding me? Oh my... Oh. Godskoleren. Weet je wat nog het allerergste is? Met die, je moet natuurlijk ook uiteindelijk nog die ster hebben, hè? Moet je nagaan, die moet het eigenlijk ook nog hebben. Dus... Oh nee. Oh nee. Heel het eiland is opgeblazen. Ik had er zo'n idee van dit kan bijna niet gaan werken. Ik had van obsidian moeten maken. Oh man. We gaan bijna dood, we gaan bijna dood, we gaan bijna dood. Oh, we gaan bijna dood, we gaan bijna dood. Even naar beneden, hoppatee. Oké, en schiet hem maar. En schiet hem maar weer. Fucking hell. Nou, leuk zo je zaterdag vieren met Duffy of niet dan? Sjonge jongen zeg. Hij is wel voor de helft dood, right? Kom op. Kom op. Ga door. Ga door. Oh, we staan met de... Serieus, we staan hem ook echt gewoon daarmee. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oké, go, go, go. En we vliegen. En we kunnen weer door. Kom op. Kom op. Ga fucking dood. Kunnen we nou echt niet meer met een boog hitten? Jawel. Nou goed, we doen het wel even gewoon lekker op deze manier dan maar. Want hij moet gewoon dood, klaar. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Ik word hier zo ontierlijk na van mensen. Maar dat begrijp je natuurlijk ook allemaal wel. Want alles is gewoon naar de galamiezen wat er naar de galamiezen komt. In my opinion. Oké. Ga freaking dood. Heb ik hem dood? Nee, hij is nog niet eens dood. Fuck. Hopelijk heeft hij in Skyfax ook niet meerdere stages of iets. Dat ik dadelijk gewoon hem nog drie keer moet verslaan of zoiets. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Ondertussen ga ik nu heel veel een beetje wegvliegen. Omdat ik zoiets heb van ik moet heel even een klein beetje HP ophealen. Oh my god. We hebben nog 2,5 hartje mensen. We hebben nog 2,5 hartje. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen. We gaan snel voor onder het eiland vliegen om HP te regenen. En vanuit daar gaan we dan weer door. We hebben hem hier. Hallo. Hallo jullie little motherfucker. Hallo. Hallo. Kom dan. Oh nee, niet daar naartoe gaan. Wat doet hij nou? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Yo, goos. Goos.
Ontspan. Ontspan. Oh nee. Oh nee. Dit is, wil ik allemaal niet eens zien. Oh nee. Waarom doet hij dit soort dingen nou in godsnaam? Kom op. Kom op. Kom op. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Ga dood. Zou me nu niks verbazen of ik... Ah nee. Oh, ik heb natuurlijk wel mijn grafsteen daar, right? Voor de mensen die dit overigens grappig vinden, doe een duimpje omhoog. Ik vind dit alles behalve grappig. En dat meen ik oprecht. Ik vind dit totaal niet leuk. Ik weet ook niet zo goed wat ik hiervan moet zeggen. Ik weet wel dat ik fucked up ben op het moment. En dingen. Waar is hij überhaupt nu dan? Ik hoor hem nog wel. Oké, okay, hij is in ieder geval nog wel ergens aanwezig. Dit nu hier weghalen is ook niet verstandig om te doen, want dan raken we alles meteen kwijt. Fuck. Oh. Mensen, jullie begrijpen het ook. Ik weet niet meer zo heel goed wat ik op het moment moet zeggen. Ik bedoel... Ja. Ja, wat moet ik hiervan zeggen, weet je? Ik bedoel, alles is gewoon hier nu naar de, naar de galmise. Ja. Heb ik alles nu? Ik hoop het zo'n beetje wel. Ring. Wil je eerst blijven daar gaan zitten? Oké, toppie. We moeten hem nu wel... We moeten hem nu overigens daar wel nog weg zien te krijgen. Want hij zit natuurlijk nu hier onder de map. En dat is heel kloten. Want we moeten natuurlijk uiteindelijk wel... Hij heeft weer geregend? Are you kidding me? Regen jij? Waarom regen jij? Jij fel motherfucker teringleiertje dat je bent. Hè? Beetje te regenen? Wat nou te regenen, joh? Hè? Wat nou te regenen? Oh, dat is verkeerd. Oh, nee, 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 nee. Oké, gaat goed, gaat goed, gaat goed. Mijn HP is alleen heel low, maar het gaat voor de rest allemaal goed. Weet je wat? Ik ga gewoon hier een beetje ronddurpen. Misschien dat dit zin gaat hebben. Ik heb werkelijk geen idee. Geen idee. De boer gaat nu toch niet kapot, dus dat is goed. Maar regent inderdaad gewoon wel. Kom op. En we gaan er weer bijna dood. Oké, okay. Gotta go, gotta go, gotta go, gotta go. Nee, 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 nee. Oh my god, hou alsjeblieft op met mijn dirt creatie allemaal te slopen, gap. Oké, okay, goed, we zijn Gucci nu weer, eventjes. Maar ik moet eigenlijk nu heel snel gouden appels zien te vinden. Ik weet niet hoe ik dat nu wel ga doen, hoe ik die uit mijn kist wil gaan krijgen, maar... Ik moet nu gewoon hier heel snel nu naartoe. Snel, golden. Nee, 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 nee. Golden, kom op, kom op. Oké, okay, ik heb ze, ik heb ze. Oké, okay, ik heb ze, ik heb ze, ik heb ze. Eten. Oké, okay, we kunnen vechten met hem. Want we hebben nu gewoon rustig gauw appels een god apple gegeten, dus ik ben Gucci. Ik ben Gucci nu. Ik ben Gucci. Ik ben gewoon fucking Gucci nu, ja? Nu ga je dood ook. Ga fucking dood, oké? Okay? Maar we gaan wel even daarvoor hier nu naartoe, want ik heb geen zin dat we dadelijk die Netherstar niet zullen gaan hebben. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ga dan dood, motherfucker. Ga dood. Ga dood. Hoi, hoi. Mensen, welkom op mijn eiland. We hebben dingen te repareren. We hebben dingen te verwerken. Het is allemaal niet volgens plan gegaan. Maar we leven. Really, grap. Ik denk echt dat ik even op het moment niks beters heb dan jou te vermoorden. Wat ik dus wil zeggen. We leven. Een les voor onszelf. In het vervolg. Stop je zo'n beest. Ten alle tijden. In een obsidian kooi. Zodat hij daar niet uit kan ontsnappen. Zodat hij niet mijn... mooie creaties overal kan opblazen. En voor de rest... Pff, ik ben blij dat hij dood is. Hetgene waar ik confused door was, ben, is... Is het feit dat we konden hem spawnen. We konden hem killen.
Maar vervolgens, op een of andere mysterieuze wijze, sloopte die in het begin dus al het cobblestone en daarna niet meer. He, ik bedoel, er zijn heel veel inslagen geweest eigenlijk nog op eiland. En hij heeft er uiteindelijk helemaal voor de rest vrijwel niks mee gedaan. En dat vind ik een beetje raar, want je ziet natuurlijk op sommige plekken wel dat de boel kapot is. Maar op heel veel plekken zie je ook dat de boel gewoon nog heel is. En dat vind ik raar, hoe dat kan. Ik heb er op dit moment geen verklaring voor. Maar Duffy Games zal binnenkort met een persmoment komen, kappa, en het uitleggen. Nee, ik heb eigenlijk wel geen idee. Maar hij is in ieder geval dood, daar ben ik blij om. En we hebben dus nu ook hetgeen wat we wouden hebben, een Nether Star. Alleen, ja, zoals jullie wellicht ook begrijpen, is natuurlijk niet helemaal de manier hoe ik had gehoopt dat het zou gaan. Maar wat ik zeg, ik ben ook niet zo goed in Minecraft. Dat zeg ik helemaal niet, maar dat zeg ik nu wel. Maar ik ben helemaal niet zo goed in Minecraft. En dat blijkt nu maar weer. Dat ik blijkbaar ook gewoon werkelijk waar dingen niet weet. Zoals dat ding dus hier gewoon letterlijk cobblestone kan opblazen en shit. Had iemand me best mogen vertellen. Er zullen waarschijnlijk reacties zijn achtergelaten van mensen die dat inderdaad ook gewoon hebben gezegd. Van Duf, ik zou dat niet in een cobblestone kooi doen. Maar in een puntje kooi. Voor die mensen, dankjewel voor je tip. In het vervolg ga ik er wat mee doen. Ja? Goed. Wij kunnen ondertussen hier nu een beetje de boel repareren voor zover het kan. We zullen om 12 uur ook nog dingen gaan repareren en doen en laten en maken en weet ik het allemaal. Want je ziet ook hier dingen kapot en weet ik het allemaal. Ongelooflijk toch dit, mensen. Dit, ik bedoel, dit verzin je toch niet? Dit verzin je toch niet? Dat je. Oh, hier hebben we het ook nog gehad. Dat je eiland zo kapot gaat. Doordat je een item nodig hebt. Ik kan er niet bij. Echt waar. We moeten nu ook letterlijk alles gaan checken. Van goh, is alles hier nog intact? Dat ziet er nou uit van. Oh, wel. Ja, ik ben heel bang nu dat ik dan dadelijk doodflikker. Zijn alle kippen nog in leven? Want hier vlogen hem ook een aantal explosieven naartoe. Het antwoord erop is. Volgens mij wel. Dat is ook raar, want hij heeft ook voor mij hier dingen op afgevuurd. Hier. Oh ja, dat is dus wel heel gebleven. Nee, dit de achterkant niet. We gaan om 12 uur eerst even de boel repareren, mensen. Dan, oh my god, nee. Eerst even de boel repareren. Eten maken. Schade opnemen. Oh, die is ook allemaal kapot. Schade opnemen. En vanuit daardoor. Weet ik het. Jullie hebben waarschijnlijk doodgelachen. Ik baal hier echt opzettend van. Of ontzettend van. Het gaat allemaal goed komen, mensen. Trust me. Voor nu, mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog aan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot straks.